Topsector agro en food is de motor van de Nederlandse economie en nummer 1 in de wereld. In 2020 moet Noordoost-Brabant topregio zijn van Agrifood. Hoe gaan we dat doen? Aan tafel Roel Schutte, u bent directeur van Agrifood Capital, 365 Soep. Daar bent u mee bekend, denk ik. Ja, 365 is een mooi voorbeeld van innovatie in Agrifood. Sinds afgelopen jaar heten jullie Agrifood Capital. Daarvoor was het 5-sterrenregio. Is met de naam ook de inhoud en de doelstellingen veranderd? Ja, de afgelopen tijd hebben met name vertegenwoordigers uit het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden is goed naar de regio gekeken. De regio heeft een hele grote verscheidenheid aan bedrijvigheid. Maar als je goed naar de regio kijkt, dan zie je dat die Agrifood sector helemaal vanaf het begin tot aan het einde, de producten op ons bord via de supermarkt of via de restaurants, dat die hele keten toch wel een hele belangrijke rol speelt in Noordoost-Brabant. En hoe komt dat eigenlijk? Dat komt aan de ene kant doordat er een hele lange historie is van bedrijven die zich met... Allemaal familiebedrijven. Veel familiebedrijven die zich al heel lang bezighouden met het produceren, het bewerken, het verkopen van voedsel en daar heel erg goed in zijn geworden. Soms ook heel erg groot of klein zijn gebleven, maar wel heel succesvol. En dat komt ook omdat die bedrijven vaak van oudsher al heel erg hebben samengewerkt met andere bedrijven in de regio. Als je kijkt naar transportbedrijven. Ja, want dat gaf u net al aan. Hè? Het feit dat het nu Agrifood Capital heet, heeft ook te maken dat het gaat niet alleen om food. Ja, en dat is nou net de kracht van de regio. Dat niet alleen die foodketen, die agrofoodketen heel sterk is, maar dat ook die verbindingen met die andere bedrijven er is. Als je kijkt naar verpakkingen, als je kijkt naar transport, logistiek, wat ik net al zei, maar ook naar scholen, naar kennis. En juist die combinatie, die maakt de regio heel sterk, maar die hebben we ook heel hard nodig naar de toekomst toe. Ik hoor het heel vaak, hè? De drie O's en nou ja, ze komen natuurlijk te hooi en te gras voor, maar hoe werkt het dan echt om die te verbinden? Hoe gaan jullie dat dan doen? Als je wilt samenwerken, dan is het allerbelangrijkste is dat je elkaar kent. En ook al zitten bedrijven soms al heel lang in deze regio, het blijkt dat er nog best veel onbekendheid is met elkaar. En wat Agrifood Capital wil gaan doen, is die bedrijven met elkaar te verbinden en op weg helpen om samen nieuwe producten met toegevoegde waarde, die goed zijn voor mens, dier en plant, om die samen te gaan ontwikkelen. Hoe groot is het aandeel dat Agrifood heeft in de Brabantse economie? Agrifood is belangrijk in Brabant. Het totale omzet van bijna 7 miljard euro, waarvan 2 miljard euro in Noordoost-Brabant alleen al. Als je kijkt in Noordoost-Brabant, dan zitten in die Agrifood-keten, daar werken meer dan 40.000 mensen. En dan heb ik het nog niet eens over al die verbindingen met die andere sectoren. Dus wat dat betreft is het ook niet alleen naar de toekomst toe van belang om samen te werken, maar ook nu in het behoud van werkgelegenheid, in het behoud van een sterke sector, cruciaal om elkaar op te gaan zoeken. U bent ongeveer net zo nieuw in deze functie als de naam oud is, zeg maar. Ja. U komt van het ZLTO, dus u bent natuurlijk helemaal bekend met de sector. Maar wat betekent deze uitdaging voor u persoonlijk? Ik geloof in de kracht van Agrifood. Ik heb er ook gewoon als mens belang bij. Ik wil gezond eten, ik wil goed eten hebben. Ik wil ook graag gezond oud worden. Dus het gaat mij persoonlijk aan. Maar ik geloof dat je vooral toekomst kunt creëren door samen te werken. 2020, project is afgerond, topregio. Wat zegt u? Ik ben tevreden omdat? Ik ben tevreden omdat vanuit deze regio er een belangrijke bijdrage is geleverd aan een aantal maatschappelijke vraagstukken rondom minder watergebruik, minder gebruik van grondstoffen, lekkere, gezonde producten, mensen die gezond oud kunnen worden. Als we kunnen zeggen, nou dat komt toch maar mooi uit dit gebied, dan ben ik daar apen trots op. Ik ben heel erg trots op het moment dat we kunnen zeggen, maar daar hebben ook een heleboel mensen gewoon ook in de regio van kunnen profiteren. Want we hebben een mooi werk-, woon- en leefklimaat. Er is werk. Jonge mensen kunnen in de regio blijven wonen na hun studie. Nou, we sluiten het daarmee af. Ik zeg welkom in 2020 en ongelooflijk veel succes. Dankjewel.